3 minutes nummer 1545 met een uitzending voor vandaag 8 februari 2019. Dus het bulletin van vrijdag. Vandaag geen data, maar wel meerdere nieuwsberichten. Vanaf vandaag worden vanuit het ISS weer tv-beelden, SS-tv-beelden moet ik zeggen, uitgezonden. De uitzendingen hoogstwaarschijnlijk in PD120 starten vandaag 8 februari om 18.25 uur UTC. Dat is dus 20 minuten of zo na de Daily Minutes. En ze gaan door tot zondag 10 februari om 18.30 uur. Zondag 10 februari 18.30 UTC. Dus dat is 19.30 onze tijd. De uitzendingen zijn zoals gebruikelijk weer op 145.800. Beelden worden dit keer niet door de Russische cosmonauten in het ISS verzorgd, maar door de Amerikaanse NASA. De uitzendingen bestaan in totaal uit 12 beelden, 8 notafoto's en 4 ARIS herdenkingsfoto's. Wie ontvangen beelden online plaatst, komt in aanmerking voor het zogenaamde SSTV ARIS Award. Op diverse plekken, onder andere op de site van de Veron, www.veron.nl, kun je vinden hoe je je daarvoor kunt aanmelden. Vanaf vanavond 19.25 uur lokale tijd dus tot zondagavond 19.30 uur SSTV-beelden te ontvangen vanuit het ISS op 145.800. Moet niet erger worden met verspreken. Dit soort activiteiten vanuit het ISS zijn altijd ijs- en wederdienende. Mocht de bemanning plotseling iets anders moeten doen, dan kunnen de uitzendingen komen te vervallen. Agentschap Telecom gaat storingen van AIS en andere veel optredende storingen rond het scheepsidentificatiesysteem onder de loep nemen. Het onderzoek zal diverse merken AIS-transponders beslaan. Met AIS kunnen scheepsbewegingen op de kaart worden gevolgd. Het systeem is voor een aantal scheepscategorieën verplicht, met name bij de beroepsvaart. AT is in december samen met de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam, Bureau Telematica Binnenvaart, BLN Schuttervaarfederatie, Varend Erfgoed, Nederland en Rijkswaterstaat een programma genaamd AIS een goed idee, met ID geschreven als de letters India Delta, net als bij identificatie. Het programma heeft als doel om de veiligheid op de vaarwegen te vergroten. Uit een enquête van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart bleek vorig jaar dat meer dan de helft van de binnenvaartschippers niet goed weet hoe AIS-apparatuur correct moet worden ingesteld en gebruikt. Het aantal schippers dat dit dus niet weet zou in dat geval in totaal 4000 zijn. Bij de enquête kwam ook naar voren dat het systeem tamelijk storinggevoelig is. AT heeft hierom een binnenvaartschip uitgerust met een monitoringkoffer om erachter te komen of en welke storende factoren er voor het AIS-signaal zijn. Daarnaast wordt er naar mogelijkheden gezocht om de schippers in staat te stellen om hun eigen uitzendingen op correcte instellingen te monitoren. Ten slotte heeft AT op 1 januari zijn beleid aangepast. Een schip met onjuistheden in de digitale identificatie krijgt nu niet meer direct een boete, maar krijgt eerst wat heet een educatieve waarschuwing. Volgende bericht gaat ook over agentschap Telecom. AT is in januari van dit jaar gestopt met het controleren van zogenaamde SNG-uitzendingen. SNG staat voor Satellite News Gathering en het gaat dan om voertuigen met schotels die straalverbindingen naar de satellieten sturen ten behoeve van nieuwsuitzendingen, meestal op tv. Besluit is een gevolg van onderzoek dat door CEPT werd gedaan. AT controleerde tot januari het zendvermogen van dit soort installaties om de veiligheid van de luchtvaart te beschermen. Het groot zendvermogen kan eventueel de elektronica in vliegtuigen verstoren. Uit het onderzoek van CEPT bleek dat het zendvermogen van alle nu in Nederland vergunde installaties binnen de veilige marges ligt. Ik heb zelf in het verleden meerdere reportages gedaan over SNG-voertuigen, in die tijd waarschijnlijk met meer zendvermogen dan nu. Daarbij werd er regelmatig voor mij een testuitzending gedaan als demonstratie en dan werd zo'n uitzending in een aantal gevallen ook vooraf gemeld, zodat het vliegverkeer kon worden omgeleid. Als ik het goed heb onthouden, had de sterkste installatie die ik daarbij gezien heb een ERP-vermogen van 36 of 37 megawatt. En dat voor elk van de twee zenders die er stonden. Het ERP-vermogen was zo hoog vanwege de hoge zendfrequentie van 14 gigahertz en het grote formaat schotels dat werd gebruikt. De zenders zelf hadden een vermogen van 700 watt op de antenneplug. 1, 2, 3 en... Radio Nederland, de wereldomroep. Vroegere RNW-medewerker en programmadirecteur Jonathan Marks heeft op de site SW Elling enkele video's gepubliceerd over zijn vroegere werkgever de Wereldomroep.
eerste video is uit 1960 en besteedt aandacht aan de verhuizing van de Wereldomroep naar de locatie aan de Witte Kruislaan in Hilversum, waar ook de tv-toren met onder andere PI2NOS staat. Een tweede video besteedt onder andere aandacht aan het Flevozendstation. Beide video's kun je vinden op de site swling.com, dus SWL, net als Shortwave Listener, en dan erachter ing.com, swling.com. Vooral de tweede video is interessant omdat het moderne beelden en elektronica laat zien van het zendstation zoals dat nog niet zo heel erg lang geleden nog bestond. De site hamradio.nl heeft een gedaantewisseling ondergaan. Was de site eerst voor een deel een naslagwerk met een aantal koppen en daarnaast overzichten uit de bladen. Sinds kort brengt de website ook nieuwsberichten. Interessant dus. Hamradio.nl kun je vinden op ham-radio.nl. Ham-radio.nl. Ja, denk nog even aan morgen, 1400 uur CET, dan is Slowscan Radio weer te ontvangen op 60-70 kHz. Maar vaak ook op 7440 kHz, maar dat is meer buiten Nederland relevant. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.